Ik ben Charlotte Laanmeijer en ik werk nu ongeveer een jaar als artsassistent niet in opleiding bij de chirurgie. De afdeling chirurgie binnen het UMCG vind ik heel prettig of heel uitdagend om binnen te functioneren, omdat er een heel groot variëteit aan ziektebeelden en patiëntenpopulatie is. En we hebben hier de kinderchirurgie, maar ook de hepatobiliaire chirurgie, dus levertransplantaties, niertransplantaties, uitgebreide abdominale chirurgie, meer dan dat je denk in de periferie zit, en grote trauma's komen allemaal hierheen en die worden hier geopereerd in heel Noord-Nederland. En ik denk dat het een uitgelezen kans is om als Anios die hier te kunnen zien en mee te kunnen doen. Ja, het takenpakket bij de chirurgie in het UMCG als Anios wordt gekenmerkt door het kunnen opereren. Dus je chirurgische vaardigheden ontwikkelen, verantwoordelijkheid krijgen voor chirurgische patiënten. En daarnaast ook diensten draaien op de centrale spoedopvang, waarbij je diverse ziektebeelden, variëteit ziet. Waardoor je denk ik heel breed onderlegd wordt voor je verdere chirurgische of niet-chirurgische carrière. Het is een heel dynamisch beroep. Sowieso is de chirurgie erg dynamisch. En de voordelen van Anios zijn bij het UMCG dat we juist wel proberen een opleiding te faciliteren, zeg maar, door een tweejarig curriculum te verzorgen voor Aniossen die net beginnen. Waarbij de eerste 6 maanden op de intensive care zijn. En daarna roleer je elke 4 maanden door de subspecialismen heen die de chirurgie binnen het UMCG heeft. En daarnaast worden een aantal cursussen vergoed, zoals de Advanced Trauma Life Support en de SBMS cursus. Waardoor je na die 2 jaar als arts in opleiding, in wat voor opleiding dan ook, een hele goede brede basis hebt om arts te zijn.